Een oude stad met een modern hart. Dus waar heel veel te doen is. Ja, als je hier naartoe komt, ga je niet vervelen. Je hebt prachtige oude monumenten om te kijken. Je zoekt de oorlogsgeschiedenis die hier heel erg gespeeld heeft. En nu is er als extraatje het Nederlands elftal, het Italiaans elftal en het Engels elftal die hier zitten. Dus daar valt er wat naar te kijken. Het is wel een beetje thuis voor me geworden na anderhalf jaar. Dus ik vind het wel aardig dat ze hier zitten nu. Nou, is toch wel een leuke bijkomstigheid. Geeft natuurlijk een extra tintje eraan. En weet het, ik denk ook dat het een hele goede keuze is geweest van Nederlands elftal om naar Krakau te komen. Het heeft hier heel veel pijn gedaan dat Krakau geen speelstad is geworden. Maar ze vinden het wel een hele mooie troostprijs dat er nu drie teams in Krakau zitten. Met Jetro Willems, Kevin Strootman, Mark van Bommel en Wilfred Bauma is PSV hofleverancier van dit oranje. Valks, oud-speler en manager van de Eindhovenaren, is daar blij mee. Ik ben eens benieuwd hoe de opstelling is natuurlijk. Maar het is in ieder geval mooi om te zien dat PSV weer zo'n belangrijke rol heeft bij het Nederlands elftal. Ook met de staf natuurlijk. Ik weet niet of het toeval is. De vorige keer waren er wat meer mensen uit Ajax-kampen betrokken bij het Nederlands elftal. Dus. Maar op zich maakt dat ook niet zoveel uit. Het gaat erom dat er een goede staf is die elkaar aanvullen. En ik geloof zeker dat dat nu het geval is. Tijdens de open training in Krakau kleurde het stadion gisteren al behoorlijk oranje. Maar naar Charkov, waar Nederland de groepswedstrijden speelt, reizen waarschijnlijk nog veel meer oranje supporters. Ook met de auto. Volgens Valk zou dat nog wel eens vies tegen kunnen vallen. Hier is gewoon hartstikke goed toeven. Krakau is een leuke, relaxe stad waar het voor een paar dagen hartstikke leuk is. Maar als je ook nog van plan bent om door te reizen naar de wedstrijd in Charkov, dan heb je gewoon problemen met de wegen. Dus een extra week vakantie nemen om heen en terug te reizen daar.